Democraten gemeente Heumen DGH, dat ondanks een verlies van 2 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Heumen bleef, is buitenspel gezet bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente. VVD, CDA, GroenLinks en nieuwkomer D66, samen goed voor 11 van de 17 zetels, gaan proberen om tot een bestuurlijke samenwerking te komen. Wij als de Democraten gemeente Heumen vinden dat erg zuur. We vinden het jammer dat we gewoon buitenspel zijn gezet. En te bedenken dat 30% van de kiezers toch op Democraten gemeente Heumen gestemd hebben als lokale partij, vinden we het erg jammer dat we zo buitenspel gezet worden. Eigenlijk de kans niet krijgen om mee te praten. Wij hebben aan de informateur heel duidelijk te kennen gegeven dat wij dus zowel links als rechts wat wilden hebben. En dat wij dus spraken over het CDA met GroenLinks. Hadden we ook een duidelijke meerderheid als alternatief D66. Nee, een coalitie van 3 partijen lijkt ons stabieler als een coalitie van 4 partijen. Dus wat daaruit komt, weten we niet. Dus dat is gewoon afwachten en misschien krijgen we nog een kans. Ik bedoel, we moeten niet te snel de moed opgeven, maar voorlopig staan we buitenspel. Ja, het is helaas, maar het is niet anders, dus wij staan even in de wachtkamer. En hopen dat het de mensen lukt. Kijk, klaar, waarom zou het niet kunnen? Maar natuurlijk zijn we wel teleurgesteld.